Kijk, als je het voelt, lieve mensen, dan voel je dat en dan ga je ervoor. Punt. Ex van vijf jaar, ex van tien jaar, ex van 25 jaar geleden en ex van in de toekomst. Wie zal het zeggen? Maar als je het voelt, dan voel je het en dan ga je ervoor. En als jij het voelt en je stopt, en dan gaat je aap in je hoofd aan. Kijk, en dat is interessant. Maar het is interessant om te leren kennen wat er allemaal dan in je hoofd omgaat en de angsten en de dingen die jou dus doen blijkbaar doen blokkeren om überhaupt achter je gevoel aan te gaan. Maar als je het voelt met je hele lijf van, wow, hier ligt heel veel en een verlangen en ik wil dit gaan, um, ja, ik wil dit gaan bekijken samen met hem. Ja, hoe are, are you not to do that? En dat geldt voor iedereen. Wij maken er alleen maar een drama van in ons hoofd. Ik ga een heel heel simpel voorbeeld geven, oké. Okay? Een heel simpel voorbeeld. Vroeger toen we vier waren, we kwamen op de basisschool. Dan waren we met iedereen aan het spelen. Waren we met Henky aan het spelen, met Tom aan het spelen, met Jelle aan het spelen, met Bram aan het spelen, met Wouter aan het spelen. Dat zijn allemaal jongens uit mijn basisschooltijd. We speelden met iedereen tegelijk. En niemand zat nee, maar nu mag je niet meer met hem spelen, want en dan kwam ik thuis en dan had ik ook nog allemaal vriendjes en vriendinnetjes in de straat. En daar speelde ik ook gewoon mee. En dan de ene week was uh, Henk uh, uh, Guido uh, mijn beste vriendje en daar speelde ik de hele tijd mee. En een weekje later was dat weer Art. En een weekje later wa wa waren dat Art en Guido allebei tegelijk. En, uh, en dan was het weer Jet waar ik dan helemaal in toe was. Uh, want dan was ik alleen maar aan het leren fietsen. Uh, kom ik weer op de basisschool? ochtends vroeg, dan speelde ik uh, weer treintje en dingetje met Tom en Bram. En, uh, en, en dat was het. Dat was het. Kinderlijke liefde, sensualiteit, uh, moeiteloosheid, liefde laten stromen. Kijk naar een kind: daar zitten niet labels, kaders, dingen. We mogen niet met, we mogen niet met, alles moet helemaal zo vastgeblikt zitten. Je mag gewoon achter je gevoel aangaan. Mijn dochter hier beneden die gaat echt niet treintje spelen met Henk als ze er gewoon geen zin in heeft om met Henk een treintje te gaan spelen. Die luistert gewoon echt, zek gewoon alleen maar naar haar gevoel. Wil ze papa een handje klap geven, geeft ze papa een handje klap. Heeft ze er geen zin in? Hè? Dan kijkt ze gewoon zo. Zegt ook niet sorry. Zegt ook nu even niet pap. Weet je wel, al dat sociaal geconditioneerde gedrag, maatschappelijk verantwoord gedrag. Die kijkt gewoon, die, die geeft geen kick. En wij als volwassenen is het juist weer de koor om terug te gaan naar dat onverbloemde. Naar dat het stroomt, het is allemaal oké, okay, ik ben vrij. Ik ben vrij, het stroomt, ik ben vrij. Ik voel het, dus ik doe het. Weet je wel? Het voelt goed. Show me more of that good feeling. En dan komt het hoofd weer en dan gaan we weer alles inblikken in broodrommeltjes.